Leerlingen van het HTI Sint Antonius in Gent hebben een interactieve kaart ontworpen om nieuwkomers wegwijs te maken in Gent. De kaart maakt deel uit van een interactief infopunt op het Woodrow Wilsonplein. Ik vind het zo leuk voor mensen die bijvoorbeeld hier nieuw komen en ze weten niks van waar ze moeten gaan of zo. Plekken bezoeken. Als je nieuw bent, is het moeilijk voor je om plekken te vinden. Dat zijn plekken waar we kunnen sporten, waar we kunnen eten, waar we kunnen zeg maar chillen met onze vrienden. Ja, cultuurgebieden zitten er ook bij. De leerlingen deden alles zelf, brachten hun favoriete plekken in kaart en zo hitsen ze nieuwe Gentenaren door verschillende wijken. We hebben eerst een plan moeten maken. Toen die plan klaar was, moesten we zo aan het werk, moeten we materiaal verzamelen. Kijken als die projecten op tijd zo klaar zijn, allez, als we die zo afmaken. We waren zelf bang dat ze niet op tijd zo klaar zijn, maar toch is alles goed gekomen. Alles behalve lasten, maar de rest allemaal elektriciteit, hout, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Alles. 7 maanden lang werkten de leerlingen aan het project. Het werd een lange, maar leerrijke ervaring. Met andere mensen telefoneren, dat heb ik echt bijgeleerd. In het begin kon ik dat echt niet, maar nu kan ik dat echt doen. Met iemand echt telefoneren en zo. Ja, samenwerken met mijn klasgenoten. Ja, met mensen spreken die ik niet ken, gewoon, ja. Wat nog? Ja, zelf iets bouwen, zelf iets maken, helpen vooral. Het infopunt is nog te bezoeken tot 17 april op het Woodrow Wilsonplein in Gent. Ja, die project die blijft verder, want we hebben posters gemaakt en een van de Shiva heeft dat gezegd, die gaat die posters elke keer delen als nieuwkomers in Gent komen. Zo kunnen ze ook, ook onze kaart zien en plekken leren kennen die ze nooit hebben gezien. En zo gaat ons project eigenlijk verder. Hè.